Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ga vandaag weer naar een strandje. Ik weet nog niet naar welke, maar ik ga eerst heel even langs de H&M, maar daar heb ik echt zin in, want hier is het super rustig. En dit is echt de enige winkel waar je hier naartoe kan. Hier heb ik tenminste een beetje de rust om te winkelen, en in Nederland niet. Dus, en daarna lekker naar de beach. Het is wel 12 uur geweest. Oké, het is allemaal sale. Oké, dit is echt een cute topje, maar ik weet niet wanneer je dit draagt. Het is eigenlijk meer een soort bikini. Ik heb ook natuurlijk alles in een te grote maat heb gepakt. Op beeld lijkt het waarschijnlijk allemaal leuk, maar het is allemaal echt te groot. Er zat heel veel XL in de sale, dus ik dacht, oh top, maar too big. Nou, dit is wel echt heel cute. Deze leek echt mega cute, maar mijn huid matcht niet. Het is meer voor een donkere huid, denk ik. Zie je, mijn huid valt gewoon helemaal weg hierbij. Ik vind hem wel heel leuk. Dit vind ik dan weer echt oma-achtig. Zoiets zou ik normaal niet zo snel kiezen, maar best fabulous. Dit vind ik net een beetje raar of zo zonder bandjes. Ik vind deze heel cute, maar één beweging en alles wordt geshowt. Dit is geen zilver, wat een leuk jurkje. Super leuk. I love it. Misschien moet ik één maat groter, ik weet niet. Badpak. Oh my god, die tanning line. Nog een badpak. Ik vind deze bikini top super sexy, maar het is zoveel stof. Ik heb altijd meestal die triangels aan, net zoals zo heet, met een beugel en zo. Maar het is wel mooi. Deze is ook wel leuk. Dit is een soort body top. Vind ik ook wel leuk. Dit is sale, maar het is niet echt bijzonder. Deze is ook in de sale. En deze, maar ik vind het echt zo niet. Net als dat van Monica Geuze, weet je wel. Niet echt een sexy model. Cute. Ik vind het best wel veel leuk. Let niet op die dubbele bed. En in het roze. Oh my god, mama en ik kwamen er dus achter dat er echt 2 minuten van dat winkelcentrum een ziek, nou ja, dat wist ik niet, een strandje zit. Ik kom hier aan, het is nu nog een half minuut lopen denk ik, staat er free parking. Nou, ik zal jullie straks even laten zien wat ik hier zie. Het is echt fantastisch volgens mij. Wow. Trouwens, geweldige dingen gekocht bij de H&M. Ik ben zo blij. Alles is daar dus... Kijk, daar heb ik dus een beetje de rust. Want het is gewoon een... Ja, het is gewoon een niet hele grote H&M. Ook niet super klein. Maar daar is gewoon bijna niemand. En daar heeft iedereen volgens mij minimaatjes. Dus alles wat in de sale is, is mijn maat. Geweldig. En ik heb dan ook gewoon de rust om lekker even te passen. Dus ik ben heel blij. Ik was 133 of zo. Of hoeveel euro was ik kwijt? Heb ik hier wifi? Dat hoop ik wel echt. Ja, wifi camping Tamaro. Chill zeg. Er is hier echt overal wifi. Nou, ik heb hier achter in ieder geval een hele tas vol van de H&M. Ik hoop dat deze wifi het doet. Je hebt ook Swisscom. Oh, Lido Tenero Free. Dat is hem. Daar ben ik. Lido Tenero. Het meerstrand bij Tenero. Het is echt geweldig geregeld hier hoor. Ik bedoel, ik heb dus met T-Mobile helaas niet mijn internet hier. Wat echt heel irritant is. Maar overal is gratis wifi. Wow, mam. 2 minuten rijden. Dit is free parking. En daar is het. En er is wifi. Wat ging ik ook voor doen? Oh ja, kijk wat ik had uitgegeven. Ik heb echt 3 badpakken. 2 bikini setjes ook nog eens. Normaal in de sale zitten er helemaal geen setjes. Een soort hele grote jurk heb ik gekocht. Die vond ik wel grappig. Die was wel op de website van de H&M nu goedkoper. Maar die was er zeg maar nog alleen maar een S. Dus ik dacht ik koop hem gewoon. En nou ja, ik zal het wel even laten zien. En nog een soort mannenblouse die ik heel grappig vond. Hij ging me ook helemaal helpen dat ik een Zwitserland inlog deed op mijn app. Zodat ik 10% korting had. 140 euro. Nou, voor zoveel spullen. Echt leuk. Hallo. Hey. Love deze handdoek van mijn moeder van Cacharel. Ze zijn zo leuk. Kijk hoe lekker ik hier zit. Oh my god. Ik krijg niet meer brood, want dat is niet gezond. Eigenlijk voor jou. Sorry. Dat is niet gezond. Oh, zo dichtbij? Kijk hoe dichtbij. Ik ging vragen of ze iets hadden voor in het water. Ik zei gewoon zo'n simpele slurf. Nou, dat beeld ik uit. Kreeg ik dit. Dat is toch heerlijk? Kan je lekker met je op dobberen. Oh my god, de eendjes volgen mij volgens mij. Ja, ik zit helemaal onder zonnebrand. Die snor is echt verschrikkelijk. Dit is zo lekker. Hier is het dan eigenlijk nog wel mooier dan gisteren.
meer open. Oh my god, dit is zo lekker. Ik heb wel echt de hele tijd hier wit, maar ik weet niemand die het boeit. En ik heb mijn haar nat gemaakt, het is echt heerlijk. Ik ga nu naar dat vlot zwemmen. Er zitten letterlijk 100.000 van die minifishers om dat vlot heen, maar ik ga nu weer terug naar het vlot. Ik moest even mijn camera uitzetten. Maar het was zo lekker om daarop te liggen en als je dan weer wil afkoelen, spring je er gewoon weer in. Dan kan je gewoon zo van de ene naar de andere kant, hoe chill. Oh, het loopt een beetje uit de hand. Oh my god, wat heb ik gedaan? Dan ben ik hier niet meer veilig. Oké, bikini wissel. Hoe leuk is dit topje? Ik ben hier zo blij mee. Oh my god. Van heel leuk. Ik heb net echt iets van een uur op dat vlot gelegen. Zo lekker. En ik ben zo blij dat ik... Het is voor mij echt heel uniek dat ik dus elke dag in een bikini loop. Ik deed dat eigenlijk nooit. Ook niet als ik alleen was. Alles van de H&M kan ik wel even linken misschien. Maar oh my god, het is zo lekker. Ik ben alleen bang dat het niet... Ja, er komen wel wat wolkjes. Ik weet niet hoe lang het nog mooi blijft, maar ik blijf hier echt zo lang als het mooi blijft. Wow, ik ben nu moe. Iemand zei op TikTok trouwens dat ik dit moest proeven en het is zo lekker. Ik weet niet of het ook komt omdat ik heel erg dorst heb en net een dagje strand heb gehad. Omdat er gewoon vet vol suiker in zit. Ja, dit is 9 gram suiker en dat is echt veel voor icy. Maar dit Esta Pesca is ziek lekker. Ik heb dus vandaag droog brood gegeten. Dat is echt degene die een week geleden nog koolhydraatarm had. Het is alles. Ik dacht, ik ga net als mijn moeder gewoon een brood halen, had ik dat gezegd. Maar het is wel chill, want al die andere dingen, daar heb je zoveel eten van nodig voordat het vult. En hier, ja, je eet gewoon wat droog brood. Heel lekker brood. En ik zat de hele dag vol. Maar nu moet ik wel echt gaan avondeten. Ik ben 7:45 thuis. Het is een half uurtje. 28 minuten vanaf hier. Ik vond het echt een geweldig strandje. Ik ben heel benieuwd hoe dit dus in de zomer is. Maar eigenlijk wil ik nu mijn laatste dagen elke dag naar het strand. Dit is zoveel chiller dan thuis zitten. Oh my god. Ook gewoon thuis vind ik het niet lekker om in de zon te liggen, zeg maar, bij het huis. Of gewoon überhaupt als je thuis bent. En hier is het gewoon zalig. Echt geweldig. Ik word ook echt lekker bruin. Mijn gezicht wordt niet echt bruin, behalve deze snor die ik wel echt heel erg balen vind. Maar ook, het was een heerlijke dag en nu ben ik ingekakt. Dus nu ga ik lekker naar Oslo. Ik heb lekker een salade gemaakt. Ziet er niet lekker uit, maar ijsbergsla, kip, avocado, een beetje geitenkaas, wortel, komkommer, olijfolie, zout, peper. Je papa belt. Hola, daddy. Hallo, schat. Hi. Waar ben je nu? Thuis. Oh, heerlijk. Ik ben net, ga net mijn salade eten. Ik ga net salade eten, wat lekker, zeg. Heerlijk voor je. Ja. Genoten vandaag? Zo lekker, ik wil morgen weer. En morgen weer? Denk het wel. Zo chill. Het is tijd voor een maskertje. Kokosmaskertje. Van Victoria's Secret en Working Moms. En ik ben echt mega bruin. Ik zit hier naked, want... Nou ja, de bovenkant is naked. Mag ik even mag eens smeren. Heerlijk getand. Ik heb er helemaal zin om op tijd naar bed te gaan. En morgenochtend weer gewoon lekker vroeg daarheen te gaan. Ik vind het zo heerlijk. Trappig is dat ik dus totaal geen strandmens ben. Gewoon echt niet. Maar ik hou gewoon niet van zand en zee. Vooral niet van de zee. Zout en plakkerig. Maar ik hou echt heel erg van een meer. Maar ik baal dus wel echt extreem van pigment. Ik vind het gewoon heerlijk dat je het nu niet ziet. Maar er moet echt een oplossing komen aan dit. Ik vind het zo zonde, want het, ja, het maakt mijn gezicht gewoon minder mooi, zeg maar. En ik ben altijd juist blij geweest met mijn gezicht, mijn mond. En dan, dit vond ik ook altijd mooi. En dan is het nu gewoon serieus alsof ik gewoon een man ben met de snor. Ik vind het wel echt jammer. Ik heb nooit echt heel erg hoeven te balen van iets van mijn gezicht. Ja, acne in de puberteit. Maar ik vind het heel irritant. Ik zit best wel lekker in mijn vel en dan heb ik nu dit erbij. Het is niet eens een onzekerheid, maar ik vind het gewoon echt lelijk. Maar verder ben ik heel erg happy hoor.
Verder zit ik nergens over in. Dan ben ik heel blij dat ik gewoon in mijn bikini loop de hele dag. Dat is echt nieuw voor mij. Ik ben zo bruin. Dit masker zit er al 1,5 uur op. En het is 1:30. Oepsie, ik ga slapen. Bye. Het is al veel te laat. Met Let's Go Shopping. Ik spreek jullie in de auto. Want ik heb geen tijd te verliezen. Ik moet eerst even was uithangen terwijl het regent. Oh my god, ik had dus een vuilniszak van nu een week oud. Ik had dus er wel steeds wat weggegooid. Maar omdat ik maar één zo'n echte zak had, heb ik steeds zeg maar de vers producten allemaal daarin gegooid. En de geur is zo hels. En het heeft ook een beetje gelekt in mijn auto. Dus ik heb het net schoongemaakt. Maar het is echt gewoon stront, kots, kaas, diarree. Echt het meest ranzige wat je maar kan bedenken in één geur. Echt, ik ging over mijn nek, niet normaal. En nu wilde ik dus heel leuk naar dat centrum net boven Milaan gaan. Want Milaan trekt me niet echt, maar daar heb je echt 200 winkels en het is tot 10 uur open. Dus ik was net aan het rijden. Nou ja, ik ben net 1 minuut onderweg. En ik dacht, eigenlijk vind ik het echt gestoord. Als ik daar pas om 5:30 aankom. Het is wel tot 10 uur open, maar je gaat niet 2 uur rijden om naar zo'n groot centrum te gaan om 5:30 aan te komen. Ik heb vandaag gewoon gewerkt. Dus dat vind ik echt zonde. Maar ik dacht omdat het niet zo mooi weer was, dat het perfect. Maar het trekt nu alweer een beetje bij het weer. Ik wil even iets doen, dus ik rijd nu naar het centrum van Locarno. Dat is een klein 1/2 uurtje. Maar alles is gewoon zo duur, dus dan is shoppen niet echt leuk. Maar ik hoef ook niet echt te shoppen. Als ik maar even lekker wat leuks doe. Oei, wat doe ik? Ik vind Locarno echt heel saai. Maar oké, we zijn er wel weer even uit. Ik verwoord het verkeerd. Het is hartstikke leuk. Het is niet saai, alleen... Als je iets leuks ziet, kan je het sowieso niet kopen. Dus dan ga je het niet kopen, want het is gewoon hetzelfde. Je kan het ook in Nederland krijgen, alleen het is 10.000 keer duurder. En dat vind ik gewoon niet leuk. Dan zie je iets in de sale en dat is dan nog echt 20 euro duurder dan Nederland. Maar de mensen krijgen hier ook gewoon veel betaald. Maar ik ga zo lekker een terrasje opzoeken en ik vind het lekker om even eruit te zijn. Lekker te lopen. En het is gewoon een superleuk stadje. Ik vind zelfs de supermarkten niet leuk. Het is echt goed voor mijn portemonnee, maar nu denk je, oh lekker. Oké, dit is misschien in Nederland ook wel duur, maar dit kost dan 6,50. Ik vind het zo stom. Wel goed voor mijn portemonnee dit. Het is dan wel echt leuk als je zo'n kaartje of zo koopt, want dit is dan wel echt van hier volgens mij. Tenminste, ik ken ze niet. En ik heb niet echt zin om een kaartje te kopen, maar ze zijn wel cutie, toch? Het is maar beter dat ik niet naar die ene ding is gegaan, want ik zie niet helemaal in de vibe of zo. Ik heb gewoon wel zin om te lopen, maar... Ik heb geen één terrasje waarvan ik denk, leuk, hier ga ik een drankje doen. Al helemaal niet eten. En nu ben ik eigenlijk alweer bij mijn auto. Dus ik denk dat ik gewoon weer ga. Maar heb ik in ieder geval even 5000 stappen gezet vandaag. En even lekker eruit. Het is wel heel mooi hier, maar ja, ik denk alleen maar ik wil zwemmen. Dus ik kan niet wachten tot het morgen is. En dat ik lekker weer naar het strandje kan. Dat vond ik zo heerlijk. I love it. En deze broek is veel te heet. Oh my god, het ruikt letterlijk naar honden. Natte hond met scheid in mijn auto. En we zijn weer lekker thuis. Nou, dat was het. Eindelijk ga ik die kwark eten die ik had gekocht. Ik had dus niks voor erin. En ik vind gewoon losse kwark echt vies. Dus nu heb ik lekker dit net gekocht. Maar het is echt een hele dikke kwark. Alright, het is niet super mooi weer. Maar we gaan lekker naar het strandje. En ik zie het wel, want ik wil naar het strand. En in de auto doe ik even een jasje overheen. Let's go! Ik heb net mijn eerste lifter meegenomen. Ik ben er altijd wel een beetje voorzichtig mee. Ik ben niet zo snel bang, maar daarin hoor je toch wel vaak enge verhalen. Dus al die mannen langs de weg, die neem ik niet mee. Maar nu stond er dus echt in Mergosha, dicht bij ons huis, boven de berg, een vrouw te liften. Dus ik nam er even mee. Maar het was super gezellig. Haar vader was Nederlands, die is al overleden. Maar het zag maar leeftijd van mijn moeder. Toen ging ze allemaal vertellen over de 3 dochters en er 3 zoons. En nou, toch 20 minuten samen in de auto gezeten. Dat was wel leuk. En ze doet dat blijkbaar heel vaak. Ze heeft hier dan geen auto of zo. En dan gaat ze gewoon liften met mensen. Ja, als je in zo'n plaatje als Mergosha iemand tegenkomt, dan kan je het wel vertrouwen die even mee de berg af wil rijden. Dat is niet zo eng ook. Maar zo langs de weg beneden vind ik het toch anders. Ik ga weer even een broodje of zo halen, want ik heb steeds geen zin om eten te maken, om mee te nemen. Want dan moet ik het weer in bakjes doen en afwassen. Blablabla, daar heb ik steeds geen zin in. Dus ik ga even hier weer even snel wat halen en dan ga ik meteen lekker naar het strandje. Ik heb er zoveel zin in en ik hoop dat het weer gewoon een beetje goed blijft. Ik heb ook mijn sportkleren mee, zodat ik anders eventueel nog naar die sportschool kan gaan. Maar als ik heel veel aan het zwemmen ben, dan is dat op zich ook wel een beetje een sport. En als het geen mooi weer wordt, dan ga ik sporten. En de stank is er bijna uit. Ik heb net weer met 1000 doekjes zitten schoonmaken. Ik heb net 6 frank betaald voor deze mega greedy. Ik heb er nog geen stok van genomen. Maar volgens mij waren de bubbels op. Want ik had het laatste beetje lychee. En daarom is je denk ik zo leeg. 6 frank, jongens.
Maar het is wel lekker. Ik zag net op mijn bord staan dat je moet betalen voor deze bedden. Maar niemand zegt dat tegen me. Dus misschien denk ik het is rustig, laat maar. Ik ben echt bruin aan het worden. Maar deze lijnen blijven natuurlijk. Ik had echt nog veel langer kunnen blijven, het is nog steeds lekker weer, maar ik begin echt een beetje dizzy te worden, weet je wel. Van de zon. Echt lang hier gelegen hoor. Waarschijnlijk ga ik dus over 3,5 weken alweer terug met haar en zijn dochter. We wisten eerst niet of het leuk genoeg zou zijn voor haar hier. Maar ik heb nu heel die lucht. Het is er nog steeds. Ja, ik weet echt niet meer wat ik eraan kan veranderen. Maar ik heb, gadver, dit is zo ranzig. Het is niet te doen. Maar ik heb nu wel gezien, nu ik hier... anderhalve week ben. Dat het echt heel leuk is ook voor haar. Helemaal dizzy. Niet normaal. Dit ketting heb ik bij de DM gekocht. Let's go home. Ik denk dat ik veel te weinig heb gegeten. Dus ik ben even gestopt bij de Denner. Maar wat een schattig winkeltje. Een soort buurtsupermarkt. Maar hij is goedkoper dan andere supermarkten in Zwitserland. Ik was er nog nooit geweest. Ik heb dus dit drankje gekocht wat ik laatst ook al eigenlijk had willen kopen. Maar ik moet wat drinken en ik heb een zakje nootjes. Nou, dit was 3 frank en dit was 1,80. En dit was volgens mij bij de Lidl in Duitsland 2 euro. Icy met mango. Oh, zie ik lekker. Ze hebben hier dus allemaal van die ijsjes met vetvol suiker volgens mij erin. Ik heb echt in tijden niet zoveel suiker gedronken als vandaag volgens mij. Misschien ben ik daarom ook wel moe. Ik weet niet waarom ik dat vandaag doe. Ik leef een beetje YOLO. Ik merk ook dat mijn lichaam echt behoefte heeft om weer een beetje normaal te gaan eten. Want ik zit natuurlijk, ik eet gewoon als ontbijt heel vaak dingen voor TikTok. En als lunch dingen voor TikTok. Ik heb vandaag ook weer niks normaals gegeten. Elke keer dat ik iets normaals heb gegeten, heb ik het gefilmd voor jullie. Een salade of zo, maar dat was echt bijna niet. Maar goed, ik ben niet aangekomen of zo. Dat voel ik aan alles. Maar het is natuurlijk niet helemaal healthy. Maar wel weer, ik vind het wel weer mentaal healthy. Dat je gewoon je dingen durft los te laten. Oh, vanavond ga ik heerlijk lekker lamsvlees pakken. En een salade burrata eten. Mmm. Yummy. Het heeft trouwens echt een aarde nasmaak. Ik vind hem toch niet zo lekker. Wow, het is 6:30 geweest. En er is nog een zonnetje. Ja, net niet waar ik sta. Maar oh, het zonnetje gaat juist net weg. Toen ik aankom rijden was hier nog. Ik ben zo blij dat ik nog alsnog naar beneden ben geweest, want wat was het heerlijk zeg. Oh, niet normaal. En niet normaal hoe hoog dit huis eigenlijk is. Wow, iemand hier is bruin. Ik wou zeggen, het lekkere aan weggaan is ook weer het thuiskomen. Want het is zo lekker om in dit huis. Het is zo lekker om in dit huis thuis te komen. Ik heb zoveel zin om lekker eventjes simpel te koken, lekker het serietje te kijken. Heerlijk, maar wauw, wat ben ik bruin. Fantastisch. Het pigment is vandaag niet erg geworden, dus dat... is fijn. Oh my god, I love it. Zo bruin. Tanned. Ik heb 2 kleine gemaakt. Ik heb een buffelmozzarella. En hier heb ik nog een burrata. Nom 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 nom. Good morning. Ik denk dat ik vandaag een dagje thuis blijf. Ik ben vast een beetje aan het schoonmaken. Ja, ik heb natuurlijk nog wel 2 nachten hier. Maar ik denk, ik vind het eigenlijk wel lekker om. Er zijn nu mannen stijger aan neerzetten. Morgen komen hier mannen schilderen. Ik denk als ik nou vandaag even nog wat wasjes draai, alles al helemaal schoonmaak en dan... Ik heb ook net de vaatwasser aangezet, dus alles heb ik steeds met de hand gespoeld. Dan doe ik het gewoon in de vaatwasser even alles goed schoon. En dan ga ik dan proberen om zo min mogelijk nog te gebruiken, denk ik. Of is dat te vroeg? En dan nog editen en zo, dus dan blijf ik denk vandaag gewoon thuis. Maar als ik dan morgen bijvoorbeeld gewoon lekker... Vandaag een beetje de koelkast probeer leeg te maken en dan morgen bijvoorbeeld lekker ergens ga eten. Dan is alles al klaar, dan kan ik morgen gewoon lekker een lekker laatste dagje hebben. De prullenbak staat hier, zo'n matje is hier even aan het uitlekken. Hier ben ik een beetje aan het schoonmaken. Lekker ontbijt om 2:30. Deze twijfel van zal ik toch nog gaan, maar ik ga niet. Er staat hier nu een mega steiger, dus ik moet nu dus bukkend ook mijn bagage tillen en zo. Dus ik ben vast begonnen met dingen die ik niet meer gebruik. Vast in de loggia beneden zetten in mijn koffer. Oh my god. Dus ik heb net al 2 dingen hier onderdoor getild, want dit is niet heel handig. Ik heb wasjes gedraaid, zodat ik morgen dus lekker nog een dagje kan genieten. Dat vond ik wel chill. Dus ik til vast wat spullen hier in de loggia, want in mijn auto is het te heet. En dan staat het vast een verdiepingje lager, zeg maar. Ik kan dus niet zo goed, zeg maar, thuis zo in de zon zitten. Dan ga ik me heel snel vervelen. Dus ik wilde eigenlijk nog wel naar het strandje, maar ik dacht, ja, het is nu wel een beetje laat. Ik heb nu lekker al bedden goed gewassen, handdoeken... Allemaal lekker aan het drogen. Oh, toen had ik dat al verteld dat ik de vaat had gedaan. Dat soort dingen. Mijn vlog is nu aan het renderen. Die is helemaal klaar. Oh, lekker. Ik heb
gisteren lactosevrije aardbeienyoghurt gekocht. Want die yoghurt vind ik gewoon zo vies. En die kwark. Dus dan maar met suiker. Maar ik heb dus al wat lekker wat spullen hier staan. Oh, mijn zonnebrand valt in mijn kwark. En nou, nu ga ik voor het eerst naar buiten vandaag. Behalve het wasje dan. Dus ik ga nog even lekker een beetje in de zon zitten. Een boek luisteren, denk ik. Oh, daar moet ik jullie nog wat over vertellen. Ga ik doen. En morgen dan lekker hele dag beneden en ook beneden nog wat eten of zo. En dan kan ik als ik thuis kom mijn spullen vast in de auto zetten, want dan is het niet meer heet en dan kan ik de dag erna lekker weg. Ja. Het is 8:00 en we eten weer hetzelfde als elke dag. Yummy. En we kijken weer hetzelfde als elke dag, namelijk. Oeh. Working moms. En daarna ga ik verder met schoonmaken. Good morning guys. Had ik eigenlijk gezegd dat ik vandaag naar huis ga? Ik weet niet of ik dat alleen op Insta gezegd. Geen idee. Maar ik ben even druk bezig. Ik weet niet wat ik aan moet vandaag. Thuis nog nooit zacht schoongemaakt. Ik vind wij dan altijd zoveel gedoe, dus ik doe gewoon dit. Ik ben blij dat we thuis een robo hebben. Dat is echt een investering die zo erg je geld waard is. Kan iedereen aanraden. Oh ja, dan nog dat ding uit de koelkast. Deze bak met fruit mee. Dan ben ik nog nooit in mijn eentje in een huisje geweest. Dus ja, mijn boodschap doen. Ik ben niet gewend dat ik dingen over heb, eet haat altijd op. En dat komt nu niet. Zo, ik heb wel veel, hè. Ook maar dat het in de koelbox past. Ik kan ook aan de schilder vragen, maar ik wil even aan Engels vragen of hij van kaas houdt. Vraag het zo wel, hij is hier nog. Hij is er wel, maar wat verder weg. Oh my god, ben ik nu echt klaar? Het voelt altijd zo raar als je dan ineens echt gaat. Right, all set and time to go. Volgens mij heb ik alles goed achtergelaten. Doei huis. Tot over iets meer dan 3 weken alweer. Woehoe. En dan zal ik jullie, als we er dan weer zijn, wat meer van Margosia ook laten zien. Want dan zal ik met mijn bonusdochter erbij om even de omgeving te laten zien. Maar zelf vind ik het een beetje, ja, ik ken het al. Dus de magie is er nog wel. Het is echt heel mooi boven. Maar in mijn eentje vind ik het minder leuk om te wandelen en zo. Oké, het is dus 5 uur rijden. Alright, ik heb getankt. Het was best duur, 1,83. Maar ik heb maar gewoon getankt. De helft moest voorbij. In ieder geval niet meer te tanken. Nou, ik moet natuurlijk sowieso plassen om nog een keer. Maar oké, whatever. Ik zag deze dus hier. Misschien hebben we dit ook gewoon in Nederland hoor. Maar ik vond het best wel moeilijk om in Nederland koffie te vinden die gewoon lekker zonder suiker is. En deze ook nog eens lactosevrij. Dus het is gewoon lactosevrij melk en koffie. En er zit geen suiker bij. En ook geen zoetstof. Dat vind ik gewoon vies. Ik heb al een koffietje op, maar nu is hij nog lekker koud. Dus let's give it a try. Je kan dit eraf halen en dan de deksel erop doen. Maar je kan ook maar een klein stukje openmaken en dan zo doen. Is dat niet super handig? Tegen plekken. Ja, kijk, dit smaakt nou gewoon naar koude koffie. Het is gewoon, dat vind ik dus chill. Gewoon een koffietje, niet dat zoete troep. Dit is echt gewoon goed hoor. Hij is niet heel sterk. Je had ook een dubbelshot, maar die was volgens mij weer niet lactosevrij. Maar dit is vet chill. Je had ook nog een ander merk die dit verkocht. Ik heb deze net bij de tank gekocht voor 2,50. Serieus, als je dit inbeeldt op een terrasje, lekker in een glas met ijsblokjes. Nou, hij mag wat sterker, maar dit vind ik wel een goeie om te onthouden. Ik hoop dat we die ook in Nederland hebben. Beter! Ik had dus besloten om naar Strasbourg te gaan. Dat ligt net op de grens. Ik zag dat ik daar langs reed van Duitsland. Eerst, het hoorde soms bij Duitsland dan weer bij Frankrijk of zo schijnt. Het hoort nu in ieder geval volgens mij al best lang bij Frankrijk. Maar daarvoor heb je dus ook weer een milieusticker nodig. Dus die heb ik aangevraagd. En gelukkig kreeg ik net het bewijsje, ik zal even de airco uitzetten, in mijn mail. Dus ik heb het hotel gemaild of ze die voor mij willen printen. En ik denk, ja, als ik aangehouden word en ik zit in de auto, kan ik het laten zien op mijn telefoon. Dat schijnt rechtsgeldig te zijn. Want het wordt dan naar je huis verstuurd, maar dat duurt 10 dagen. Dan heb ik het in ieder geval wel voor de volgende vakantie. Want dan denk ik dat we ook wel terug via Frankrijk gaan reizen. Ik heb het hotel te printen, kan ik dat in ieder geval achter mijn raam leggen. Ik weet niet, ik zag dat de parking heel duur was, 19 euro per dag. Dus ik hoop per 24 uur dan in ieder geval, niet per dag. Want dan ben ik 40 euro kwijt, 38. Ik ben heel benieuwd, ik kom wel echt pas om 4 uur aan. Nu 4:55, maar ik moet ook nog een keer plassen. Dus wel best wel laat. Maar ik heb morgen in feite ook nog alle tijd. Alleen morgen gaat Hades barbecue bij Mark en Elisa met Koen en Henny. En dan denk ik, oh, vet gezellig om daar aan te sluiten na nog 6 uur, een rit van 6 uur rijden. Maar ik wil niet nu al in mijn hoofd denken, oh, dan ga ik dus eerder weg uit Strasbourg, want ik wil bij die barbecue nog zijn. Nee, dat is echt super zonde, want ik heb best wel een mooi hotel geboekt. Echt midden in Petit France. Het was daar niet heel goedkoop. Nou, nog 386 kilometer.
nog 4,5 uur rijden. Dus ik ga even een boek luisteren. Ik ben een boek aan het luisteren over ADHD. ADD. Superleuk. Ik had trouwens een bundel gekocht voor Zwitserland van die 2000 MB. Nou, ik heb de helft nog niet eens gebruikt. Dus dat was een beetje zonde, maar ja. Ach ja, weten we dat ook weer. Het doel is in ieder geval om heel lekker te gaan eten. Lekker ontbijt morgen, lekker Frans ontbijtje, maar ook lekker vanavond. En daarom zet ik in Petit Frans, want daar heb je als goed echt die lekkere dingen. Ik zag ook heel veel leuke TikToks over Strasbourg. Ik ben alweer veel te lang aan het kletsen. Als we niet weten wat te doen, of we vragen ons af hoe we iets moeten aanpakken, zijn we gewend de... We zijn op de helft, nog 2 uur en 7 minuten. En ik ga eventjes plassen. We zijn net 2 kilometer of zo voor de afslag Basel. Connected. Basel. Alright. Ik zet mijn blote voeten te fietsen, wou ik zeggen. Ik ben nu een beetje moe ineens. Het is wel goed. Hoe lang ben ik onderweg? Het is 2:30 en ik ging om 10:50. 11, hè? Oh, ik ben al 3 uur onderweg, maar ik ben natuurlijk nog eventjes gestopt. En ik poep! Ja, ja. Ja, even zuurstof, jongen. Hoe chill is dit? Ik ga ook echt even in het zonnetje. Heel even een zonbreak. Oh my god, dit is zoveel meloen. Nou, ik ben dus helemaal verdwaald. Ik vind het al zo raar dat ik naar de airport en zo word gestuurd. Ik werd door een ziek rare route gestuurd. Dus ik denk, nou, dit klopt niet. Ik moest een pasje scannen en een soort terrein. Ik denk, dit klopt niet, dus ik rijd maar weer weg. Maar ik heb echt geen flauw idee. Gaat het niet nu richting Basel? Oh my god, jongens. Dit is echt een drama. Er zijn ook geen borden waar ik iets aan heb. Nog 1,5 uur. Nou, volgens mij klopt het wel dat ik nu doe. Ik moet helemaal terug. Zo, ik moet echt heel ver terug. En dan weer zo. Slecht? Vind ik echt niet oké. Okay. Hij stuurde me gewoon letterlijk naar Euro Airport Basel. Ik snap er niks van. Het was ook, want ik weet zeker dat ik het goed heb gedaan. Want ik moest echt in tunnels, allerlei afslagen. Het is best wel moeilijk. Dus ik was helemaal blij van, yes, ik zit op de goede. Nu heb ik dus een snelweg naar Mulhausen ofzo. En nu zit ik volgens mij goed. En ik reed dus letterlijk hiernaast, maar dan niet op de snelweg. Oh, moet ik nu tol betalen? Nee, want we zijn in Zwitserland nog. Wat is dit allemaal? Ik heb echt geen idee. Het is zo anders dan via Duitsland. Het is wel minder chill als ik heel eerlijk ben. Oh, we zijn nu wel in Frankrijk. Dit was de Franse grens. Oké. Okay. Wist hij dat Basel op de grens lag? Oké. Okay. Nog 1:25. We zijn nu in Frankrijk. Aha. Alright. Nou ja, als je het weet, dan weet je het. Maar 100% dat Kaarten mij fout heeft gestuurd. 100%. Ik was er over 2 minuten. Maar toen moest ik naar links, maar ik kon niet meer naar links. Dus ben ik naar rechts gegaan. En nu moet ik nog een kwartier rijden. Allemaal inrichtingsverkeer. Dit is waar ik verkeerd ging. Daar is de Primark. Ik stond in de rechterrij en ik kon niet meer naar links. Het is echt een bizar drukke stad. Niet het meest ideale voor een nachtje. Zo met de auto. Maar ja, ik heb natuurlijk ook een plek midden in het centrum gekozen. Dus ja. Ik ben benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd waar ik moet parkeren. Want ik heb geen idee. Okay, 2 minuten voor ik was, belde ik even het hotel. En toen zei die Indigo Kleber dat ze daar een samenwerking mee hebben. Er staat hier dat het 25 euro kost. Maar ik denk dat ze dan iets van een korting. Ik weet niet. Oeh, maar ik moet zo nodig plassen. Hoe lang is het nou nu nog lopen? Oh mijn god, ik moet echt wel. Hij zei 5 minuten, maar volgens mij is het korter. 3 minuten lopen. Gelukkig, ik moet echt ziek nodig plassen. Oké, de parking is 25, niet 19. In plaats van 45 of zo. En toen zei ik dat het er 19 stond. Zei hij, oh, je hebt misschien lang geleden geboekt. Oh, dan zijn de prijzen veranderd. Ik zei, nee, gisteren. Oh nee, ik ga nu naar beneden. Oh nee. Oeps. Zei, kan ik het alsnog voor die prijs krijgen? Zei hij, nee, sorry, dat kan niet. Maar verder, volgens mij een vet luxe hotel. This is my room. Ja, het is wel echt een heel luxe hotel. Maar eigenlijk, bedenk ik me nu, kan je dus ook gewoon een hotel buiten het centrum nemen. Wat goedkoper is. En dan kan je eerst naar je hotel gaan en dan met de auto naar de stad. En vanuit daar alles doen. Want eigenlijk voegt het niks toe dat je hotel midden in de stad zit, bedenk ik me nu. Maar goed, wel leuk. Maar snap je wat ik bedoel? 307. Dat is naar rechts. Het is hier wel heel fancy. Want ja, ik had gewoon nu naar mijn hotel kunnen gaan buiten de stad. Oh, ik zit echt midden op de gang. En dan had ik mijn spullen daar kunnen leggen. Dan had ik met de auto... Oh nee, dan zou ik natuurlijk vanavond weer met de auto naar mijn hotel moeten. Dus dat, nee. En een paar hotels die ietsjes verder weg zaten, waren niet veel goedkoper. Dus ik dacht, dan ga ik lekker midden in de stad. Ik ben zo benieuwd, jongens. Het is niet normaal. Oh, het is weer echt dezelfde grootte als die kamer die ik laatst had. Het ziet er wel chic uit. Ik dacht dat het groter was. Die andere kamer die ik had was echt goedkoop.
airco staat aan. Dat is mijn eerste impressie. Ik moet als eerst mijn spullen in de koelkast. Oh, mijn koffer kan niet verder. Wow, deze kamer is nog kleiner. Ik heb hier, wat heb ik hiervoor betaald? 140 of zo. Dus het dubbele van die andere. Maar ik zit wel in Petit Frans. Tadaa. Et voilà. Dat is wel even leuk, hè? Dat roze ziet er echt heel leuk uit. Dit is wel een beetje Paris vibes. Ik wilde ook geen grote kamer, want wat heb ik? Ik heb dat helemaal niet nodig, een grote kamer. Alleen, ook kleine kamers zijn gewoon duur. Die in Duitsland was gewoon geweldig. Kijk. Oep. Douche. Wc. Ik ga wel zo snel mogelijk weer hier weg om de stad te verkennen, want ja. En trouwens, morgen kan ik natuurlijk ook gewoon weer hetzelfde als vorige keer. Ga ik gewoon eerst even mijn koffer naar de auto brengen, denk ik. En dan vanuit daar alles doen. Dus het is wel lekker dat je auto dicht bij je hotel is. Hij zei dat ik ergens... Oh, hier. Hij zei, je sleutel kan je als je weggaat bij ons laten, want er is altijd iemand. Oh, hè, wat apart. Sleutel, kijk. Oké, guys. Nou, ik ga even wat op Insta zetten. En dat ik eventjes gewoon niet mag gaan opfrissen en zo. Ik voel me al best prima. Even een BH aantrekken en dan lekker ga. Anders is zonde van de tijd. Oh, en ik ga deze dingen allemaal in de koelkast leggen. Oké, nou eerst dacht ik even van, oh my god, waar ben ik beland? Wat een hectiek, maar eigenlijk ben ik wel heel blij. Het is een mega geweldige stad. Ik kan shoppen in het centrum. Ik kan restaurantjes gaan ontdekken. Ik ga jullie helemaal meenemen. Superleuk. Nee, ik zou wel lekker vinden om nu even te douchen en zo. Maar het is al, ik heb vanochtend mijn haar gewassen. Het is al 4:15, dus dat is echt zonde. Dit is trouwens gratis, dus dat is wel heel leuk. Had ik al gelezen. Maar dit gaat... Het moet dus allemaal hierin. Oh my god. En ze hebben mijn sticker voor me geprint. Dus die ga ik nu meteen even ook neerleggen trouwens. Zou ik vragen of ze dit voor mij in een vriezer willen leggen? Willen ze vast wel. Dan heb ik morgen wel weer gewoon lekker mijn koude coolbox show. Dat vond ik wel heel chill. Ja. Ik had trouwens die man dus kaas gegeven en kipfilet en zo. Die schilder. Very cute, hè? Ik moest even acclimatiseren, merkte ik toen ik in de stad aankwam. Met dat inrichting en gedoe en bla bla. En op meerdere keren fout rijden. Maar nu ben ik happy. I'm really happy. En ik heb ook gewoon weer overal internet. Ik ga even haar FaceTime. Dat hij misschien niet eens tijd heeft. Ik ga denk ik heel even winkelen. Ik ben echt helemaal... Hoe laat gaat hier bijvoorbeeld de Primark liggen? Mijn auto staat echt bij de Primark en I love de Primark wel. De Primark gaat dicht om... Het is vrijdag. Om 8. Eerst heel even winkelen. Ik heb op zich wel leuk zin om een leuk outfitje te kopen. En dan... Het is hier heel warm. Dus ik ga gewoon op slippers, jurkje. Ik neem net ook geen jasje mee. Loop ik daar maar mee te slepen. Ik kan altijd terug naar het motel gaan. En daarna pas even op zoek naar een restaurantje of zo. Misschien doe ik gewoon een kort broekje aan. Ja, ik denk dat ik gewoon een spijkerbroekje aan wil. Omdat het niet zo... Een rokje is altijd een beetje uitnodigend, uitdagend. Ja, ik heb echt rare verhalen gehoord over deze stad. Dus ik weet nooit natuurlijk of het zo is. Maar ik geloof wel wat volgers zeggen. Van alles wat er nog beschikbaar is, ben ik volgens mij echt gegaan voor het hotel dat het meeste in Petit Frans lag. Dat is wel... Tof, toch? Ik dacht, als ik hier dan ben, doe ik het wel goed. En dan valt het nog mee qua prijs, toch? Karlsruhe is gewoon heel goedkoop. Oh, dit broekje zit zo strak. Was ik al bang voor. Ik ben dus bang als ik een topje aan doe zonder BH, dat dat dan niet kan in deze stad. Door de verhalen die ik heb gehoord. Maar het moet toch wel kunnen. Ik ben dus bang dat een tepel of zo niet kan. Maar... Oké, ik zet even mijn camera uit. Oké, let's go. En ik heb echt zin om een leuk zomeroutfitje of zo te scoren, want ik heb niet zoveel. Oké, papier ligt er. Ik heb even bij de H&M een broekje gekocht. Ik moest super lang in de rij staan om te passen. Maar ik wil echt even een broekje die net iets minder kort is. Dit is gewoon het zoals die naakt staat. Het is een heel chill mom short model. Ik moet even een beetje uitlopen. Hij zit nu een beetje strak, maar veel chiller loopt dat bij mijn benen. Ik zal het nog even laten zien en een linkje voor je in de beschrijving zetten. Ik heb meer 3 kleuren. Sephora. Ik wil alleen niet echt per se winkelen denk ik vandaag. Ik vind het eigenlijk echt zo zonde om dan naar de H&M zo te gaan als je hier bent. Maar ik hou gewoon nooit echt van boutiquejes. Maar ik denk dat ik vandaag gewoon even lekker naar Petit Frans ga lopen. Lekker een restaurantje ga zoeken. En eventueel morgen nog wat ga winkelen. Maar nu vind ik dat echt zonde. Oké, één ding. Je kunt hier wel echt geweldig shoppen en alles. Maar ik wil gewoon eerst even... Mijn doel is eerst eventjes... De sfeer proeven van het mooie centrumpje Petit Frans. En restaurantjes vinden. Maar dan zie ik wel een beetje wat er allemaal is. Misschien wil ik hier dan morgen nog heen of zo.
Oh my god, hierom hou ik dus van niet googelen, gewoon maar kijken waar je uitkomt. Ineens ben ik nu echt bij, ik heb gewoon echt scheid trouwens ook vlogger. Oh, kijkt iedereen aan. En ik ben heel blij met mijn broekje, het is zoveel chiller. Maar ineens ben ik nu dus bij de kathedraal. Ik kom ook nooit iemand tegen die ook vlogt ofzo. Oh, ik kan hier nog een souvenirtje halen, kijk. Oh my god, maar ik heb niet echt zin om hem te beklimmen als ik heel eerlijk ben. Maar ik heb hem wel gezien. Oh, hier is het treintje wat ik zag. En hier is het echt mega druk. Wow. Moet ik hier ook nog een souvenirtje kopen? Dat is wel cute. Ze wilden nog iets van een knuffeltje of zo. Waarom zou je dit kopen? Is dit van hier, Gingerbread? Ik baal nu echt dat ik geen contant geld heb, want deze man is echt heel goed. Wauw. En dit is heel chill trouwens. Ik heb het flesje van het hotel. Ik dacht eerst misschien is het leuk voor Vaderdag of even voor mezelf, maar ik weet niet wat ik ermee moet. Maar het is wel cute. Ik vind het zo'n leuke naam voor een dochter trouwens. Zal ik hem vast kopen? Grapje. Deze vind ik echt vet. Ja. Wat heb je eraan, hè? Dit vind ik dan wel een soort van bijzonderder. Het doet me ook een beetje denken aan mijn oma. Die dus overleden is. Ik heb het gekocht en extra gepint zodat ik die man wat kan geven. Dit doet me echt denken aan vroeger ook. Waarom ik het ook al leuk vind om in Frankrijk te zijn, is omdat ik gewoon echt opgegroeid ben met vakanties in Frankrijk. Dus ik heb allemaal herinneringen aan. Überhaupt al even Frans praten en zo'n bloemenijsje. Maar ik hou niet zoveel van ijs. Maar je moet echt 10.000 calorieën eten, wil je hier echt allemaal lekkere dingen kunnen proeven. Ja, je kan natuurlijk niet alles eten. Kijk, dit soort snoepwinkels. Die heb je ook in de Saint-Tropez. Pirates. Ik ben helemaal blij omdat het me gewoon doet denken aan vroeger met mijn ouders en mijn opa en oma. Al die Fransen. Frankrijk is toch echt wel, welke plaats je ook bent, Frankrijk is wel echt Frankrijk, weet je wel. Maar hier heb je weer een ijssalon. Ja, ik weet niet welke goed is. Alles ziet er leuk en gezellig uit. Maar volgens mij ben ik nu nog niet in Petit France, dus dat wordt het doel om daar iets te eten. Ik moet trouwens echt eten, ik moet op het terrasje zitten, ik moet een drankje. Ik weet niet waarom ik maar door blijf lopen, maar ik wil gewoon alles zien. Ik dacht dat ik richting Petit France liep, maar kijk, ik ben er nog best wel ver vandaan. Dus daar gaan we nu even heen lopen. Oh my god, ik zag zo'n hele leuke jongen die een foto maakt van zijn hele leuke vriendin. En toen zei ik, zal ik een foto van jullie samen maken? Wil je dan ook een foto van mij maken? En toen uiteindelijk ging ik ook met hem op de foto. Super grappig. En die foto is nog het leukste ook. Toen zei ik, oké, we send this to my boyfriend. Toen zei hij, oh yeah, he will love it. He should love it. He should love you. Terwijl zijn vriendin erbij was, echt, ik hou ervan. Echt zo'n leuke vibe. En volgens mij kom ik nu steeds dichter in Le Petit France. Het is hier zo leuk. Oh my god. Ik bedoel, de vibe is, het is echt een sprookje gewoon. Ik zweer je, ga in je eentje op vakantie en ga vragen aan mensen die een foto van elkaar aan het maken zijn van hey, willen jullie samen op de foto? Zal ik een foto van jullie maken? Willen jullie dan ook van mij een foto maken? Het is echt zo leuk om te doen. Ik ontmoet allemaal leuke mensen met wie ik allemaal hele leuke gesprekjes heb en de vibe is super leuk. En dan zeggen ze van ja, yeah. Zeggen ze van how do you want to look? Yeah, make me look skinny en zo. En dan oh, maybe you can look like this en zo. Oh, sorry. Het is echt zo leuk. Ik word er helemaal blij van. Ik ben random gestopt bij een Aziatisch tentje, alleen ze willen dus geen tafel aan mij geven omdat ik alleen ben. Dat vind ik wel echt een beetje lullig, aangezien er echt heel veel lege plekken waren. En ik wil heel graag in de zon, maar hier heb ik nu nog 10 minuten zon, denk ik. Maar oké, ik zit nu aan een soort van lange share tafel. Maar dit is echt mijn soort eten. Ik ga denk ik gewoon even iets kleins overal proffen of zo. Dat lijkt me het leukst. Oké, ik heb deze genomen. Het lijkt me heel lekker. En er zit geen soja in de dumplings, dus ik heb deze. Ik ben heel benieuwd. Ik wil eigenlijk echt op zoveel mogelijk plekjes iets drinken en eten. En ik heb nog wel een zonnetje. Oké, de mensen achter me met twee gingen weg en vroeg ik of ik daar moet zitten, aangezien de andere tafels leeg en het mocht. En hier is mijn cocktail. En laten we gaan proeven. Er zit kokosrasp op. En alles wordt zelf gemaakt. Mmm, lekker. Ja, ADP. Thank you. Thanks. Oelala. Ik hoop echt dat ze deze zelf hebben gemaakt. Met de vulling wel heel nice. Maar om heel eerlijk te zijn, heb ik ze wel eens beter gehad. Ze zijn een beetje door het bakken, een beetje hard. En er zit vrijwel geen smaak aan. Ik loop hier net langs. Dit lijkt me ook leuk om even zo'n bouw te proberen. Ik ga vragen of ze zonder soja zijn. Dan ga ik er denk ik even eentje proberen. Maar het is wel binnen.
zo jammer. Ik ging met zo'n translator zeggen van, als er kruisbesmetting is, maakt het niet uit. Maar als er maar geen soja in zit, dan zei ze dat het niet safe is. En ik zag dus dat ze een cocktail hadden met wasabi. Maar ja, ik ga niet binnen zitten om een cocktail met wasabi te drinken. En daar niet eten. Zo jammer. I love Asian food. Oké, okay, nieuwe strategie. Ik heb gewoon een leuke jonge meid aangesproken. En gezegd, hi, do you live here? Yeah, yeah. Where should I really go to eat? En ze heeft me getipt. 5 minuten lopen naar Place Gutenberg. En daar heb je dus meerdere restaurantjes of zo. En ze zegt dat het heel leuk is. Ik zei, ik wil eigenlijk wat lekkere kleine dingetjes eten. Dus, oké. Okay, ik dacht eigenlijk, ik liep net langs Umami. Dat schijnt zo lekker te zijn, maar het is echt een beetje een chic restaurant. En ik vind het toch lekker om gewoon een terrasje te pakken. Of even iets simpels, weet je wel. Het is hier echt prachtig. En ik denk dat het ook wel leuk is om met mijn bonusdochter en heel op de terugweg misschien ook hier naartoe te gaan. Want je hebt echt nog even een extra vakantiebelevenis. Beleving. En ik wil heel graag die wasabi cocktail eigenlijk. Lijkt me heerlijk. Maar ja. Als het buiten was, had ik het gedaan. Maar ik ga nu binnen cocktail drinken. Vind ik echt niet chill. Mensen stressen best wel een beetje als je zegt dat je eentje komt. Omdat ze bang zijn dat je dan heel veel plekken bezet houdt, merk ik. Maar ik ging dus bij een hele lekkere Indiaan zitten. Hij heet, ik liep er langs, Tamil. En die krijgt ook heel veel goede recensies. Maar ze hadden echt alleen maar mega gerecht. Ik hoopte dat ze gewoon lekker die rode kip of zo, weet je wel, voorgerecht hadden. Maar ze hadden alleen maar mega. Dus toen zei ik, sorry, ik wil echt overal wat eten, dus het is te veel. Dus toen ging ik weg. Oh, ze heeft me gewoon naar dat plein gestuurd waar ik net ook al was. Volgens mij bedoelde ze dat er op dit plein leuke restaurantjes zijn en noemde ze dus ook een naam. Maar die ben ik dus nu vergeten. Oké. Okay. Ik ben gewoon weer hier, dat was ik net ook. Ik merk dat ik een beetje aan het inkakken ben. Het is al best wel laat. En ik kan geen keuze maken. Maar het is hier zo ontiegelijk groot. Niet normaal. Hier een soort van hangplek. Iedereen aan het chillen is. Ik doe me heel erg denken aan waar ik met Lotte was in Gent trouwens. Ik weet het niet. Ik kan wel door blijven lopen, weet je wel. Maar op een gegeven moment moet je ook even een keuze maken. Ik heb gewoon heel veel zin in Aziatisch eigenlijk. Maar ik wil wel dat het lekker is. That's my struggle. Maar waar ben ik? Dit is echt leuk. Jeetje, ik ben al zo lang aan het rondlopen. Dat is niet normaal. 9000 stappen. En ik heb de hele dag in de auto gezeten. Dus vind ik nog best veel. 9000 stappen in Straatsburg. Ik ben hier echt slecht. In Karlsruhe ging ik gewoon ergens zitten random in het zonnetje. Maar hier vind ik het heel moeilijk. Er is zoveel keus. Niet normaal. Daarom moet je nooit opgeven. Ik zit volgens mij echt op een topplek. Met allemaal heerlijke metses. Oh, lekker. Ik zit bij Open Tea Metsen. Volgens mij is dit zo goed. En ik moet overal echt een beetje mijn charme inzetten om een plekje te krijgen. Want voor één persoon zeg ik steeds, oh, als er iemand komt, ga ik wel binnen zitten. Geen probleem. Je moet echt reserveren en niemand is alleen. Maar ik heb een rosé, Libanese rosé en metsen voor één persoon. Met allemaal hapjes. Dus ik ben echt zo benieuwd. Oké, okay, yeah. YouTube. So there you go, you have San Busekje over there. With some kind of beef and pineapple inside of it. Mm-hmm. Inside of this you have this feta fromage cheese. Nice. Inside of it it's feta. There you go, you have the falafel, chickpea balls. Wow. For you. Mm-hmm. The sesame cream to go with it. Inside of it there you have the Lebanese tabouleh. The chicken wings, cilantro, lemon and garlic. Oh, nice. The hummus. Wow. Lebanese moussaka. You will be careful of the little piment. Oh no, I like it. If you're brave, you can try it. Wow, it looks so good. And then you have some kind of fish, dorade fish, with some kind of sesame cream and green almonds. Amazing. And there you have the bread. Thank Lebanese you. Bread. Thanks. Bye-bye. Oh my god, this is geweldig. I'm new, I tried it. Where to start? Well, Steph? Ik ga gewoon hier bij het begin beginnen. Mukbang. Oh my god. Niet normaal. Oh, deze vind ik echt heel lekker. Kijk deze falafel. Kijk hoe lekker. Happy birthday!
Oh my god, dat is zo lekker ook. Mm. Dat is echt een 10. Oh, ze moeten net een groep van 3 wegsturen, terwijl ik een tafel voor 3 heb. Dat is wel heel erg. Oh my god, dit is zo lekker met lime. Duimpje omhoog dat ik hier aan het vloggen ben voor jullie. Het is een beetje awkward, maar oké. Okay. Niet normaal lekker. Die hummus ook. Oh. Dit is niet normaal. Dit is aubergine. Beetje pittig. Mm. Nou ja, ze balen nu misschien dat ze iemand van 3 hebben moeten afstaan. Maar ze hebben nu wel gratis promo. Okay. Dit lijkt me ook zo lekker, dus met vis. Geweldig. Deze vind ik het minst, wat het minste smaak heeft. Maar alles is echt geweldig lekker. Ik ga hier zo erg van genieten. Bye. Oké, er wilden heel veel mensen ook gaan zitten. Dus ik heb gewoon lekker snel gegeten, gedronken. Ik zei hier, ze kunnen hier zitten, ik ga wel. En dat vond ze heel erg lief. Ik vind gewoon als je ergens in je eentje zit, ja, natuurlijk, je mag blijven zitten. Maar als ze dan al plek voor je maken, terwijl ze het eigenlijk niet willen, dan denk ik van, nou, dan ga ik wel gewoon eten en weer door, toch? En ik wilde fooi geven, maar dat kon dus niet met de pin. Ik zeg, why? Maar dat kon dus niet. En ik had even gezegd van mijn YouTube, want ze zagen het. En heb ik het voor ze opgeschreven. Ze vonden het helemaal leuk. Echt zulke lieve mensen. Naar dat soort restaurantjes wil ik dus. Dus heb je tips voor me, please? Ik vraag het altijd op Instagram, maar niemand had letterlijk een tip voor Straatsburg. Maar daar wil ik heen. Naar die lieve, gepassioneerde mensen die gewoon echt passie hebben voor een restaurantje. Weet je wel, geweldig. Geweldig. Zo, ik heb veel gevlogd. Nu ga ik lekker naar mijn hotel, want ik ben echt doodmoe. Het is pas 9:15 en er is genoeg te doen hier. Maar je ziet het aan, maar ik ben echt helemaal kapot. Ik ga heerlijk naar mijn hotel en dat is echt 1 minuut lopen. En wat zou ik nog meer zeggen? Ik weet het niet meer. Ik wilde eerst nog wat genoemd. Dacht ik, nee, je bent kapot. Ga naar je hotel. Maar ze hebben hier dus beneden een soort lounge met een winebar. Superleuk. En dan na de eerste trap, ja, ik durf ze niet te vloggen. Maar daar hebben ze dus een... Ik probeer veel stappen te zetten, dus ik ben lopend. Maar ik ben zo moe, jongens. Ik denk dat ik voor het eerst goed ga slapen. Dan hebben ze een soort van buitenbar ook nog. Vet leuk, maar daar ga ik een beetje niet zitten. Ik ben echt blij met mijn water. Dit is het broekje wat ik heb gekocht. Oh, je ziet er niks van. Echt een leuk model, maar nu knelt alles, want ik zit vol. Ik heb hem dus in 3 kleuren. Oh my god, ik ga denk ik echt neervallen op mijn bed. Zo voldaan, niet normaal. Jeetje, ik heb ook echt best wel slaaptekort hoor. Ik heb echt... geen 1 nacht 8 uur geslapen. Dan ben je ook echt heel dom hoor. Als je vakantie hebt en dat doet. Dat is gewoon mijn eigen schuld. Mag niet klagen. Doe het gewoon zelf. Ik hoop dat ik hier heerlijk slaap. Aangezien ik echt moe ben en zo voldaan. Ik heb ook heel veel voor jullie gevlogd. I hope you really liked it. Oh, die airco is wel even lekker. Ik ga lekker douchen. Heerlijk, heerlijk. Oh, ik heb net even... Dat is toch een heerlijk kamertje ook. Jeetje. Deze chips gekocht net naast mijn hotel, dat is een Carrefour Market. Eigenlijk een bijzondere chips met pesto mozzarella smaak voor TikTok. Ik heb dus die beker gekocht. En dit. Nergens gezien in alle supermarkten waar ik ben geweest. Ik weet niet of mensen er nog echt op zitten te wachten, al die 1000 dingen. En voor nog iets van 4 euro mijn favoriete geitenkaas. Ik weet natuurlijk niet of deze lekker is. Ook tot nu toe niet gezien. Dus die ga ik even in de koelkast leggen. Morgen niet dat vrieselement vergeten. En dan red ik het gewoon tot Nederland. Ik moet morgen wel een uur langer rijden dan vandaag. Oké, jongens. Ik denk dat ik ga uittunen. Goodbye. En duimpje omhoog. En wat ben ik blond, zeg. Ik heb altijd weer zin om te vloggen. Ik heb zoveel zin om dit te drinken. Waarschijnlijk zit het echt vol met suiker. Oh, maar sorry. Ik heb hier echt heel veel zin in. Ik heb dorst met dit weer. Ik heb zin in zoete drankjes. Het komt misschien ook omdat ik zoete drankjes heb gedronken deze vakantie. Oh, wat heerlijk. Dit is wel super. Ik kies wel goede dingen uit, vind ik. Ik doe misschien wel lang over het zoeken, maar ik zoek ze wel zelf uit. Vind ik wel leuk. Cheers. Ik zie nog iets. Oh. 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 Dit doe ik echt nooit. Ik weet niet waarom ik zoveel dorst heb. Ik ga lekker een theetje zetten. Ik ga een tv'tje aanzetten. Het is 9:15.
Heerlijk. In je eentje nog de stad in is ook niet per se heel boeiend. Kijk, ik heb bijna 12.000 stappen gezet. Een topdag. Thumbs up en laat even een leuke reactie achter, jongens. Oh, dit is het broekje. Kijk, hij heeft net, alsnog ging hij wel, ging mijn benen schuren hoor. Want eigenlijk zou hij nog wat langer moeten zijn, maar ik kon hem niet vinden. Hier ook mooi. Blij mee. Oh, dit is luxe. Ook nog een zonneding. Rolluik. Oh, dan kan je echt lekker slapen. HDP, wat is dit? Lekker. Oh ja, ik ging nog thee zetten. Morning. Ik heb geprobeerd om uit te slapen. Ja, ik word echt 1 seconde geleden wakker. Nou ja, eigenlijk niet. Ik lig al een uur wakker in bed. Maar ik heb heel erg geprobeerd om uit te slapen, maar het lukt me gewoon niet. Maar als ik alleen op vakantie ben, dan heb ik, denk ik toch, omdat je minder kletst, heel veel gedachten. Ik kan mijn ogen niet open doen. Heel veel gedachten. Gewoon lekker, gewoon liedjes in mijn hoofd. Gewoon random, niet ernstige gedachten. Gewoon, oh, gedachten. Gewoon mijn hersenen. Dat is ook echt ADD. Staan gewoon nooit uit. En als je alleen bent is dat wel erger, merk ik, met slapen. En volgens mij zijn de schoonmakers al heel vroeg begonnen. Om 5 uur hoorde ik al herrie in de gang. Klopt er nou iemand aan de deur? En hierboven hoor ik continu bedden schuiven en zo. En zeg maar, om mijn dekbed heen zaten gewoon 2 losse lakens. Ik denk dat het handig is voor de schoonmaker, maar ik heb die er op een gegeven moment maar gewoon afgehaald. Want ik vond het echt te veel stof. En ik was heel vaak wakker, maar dat ligt echt aan mij. Ik ben een hele slechte slaper. Jeetje, mijn hoofd. Sorry. Maar ik baal wel dat ik een beetje te kort heb geslapen. Als ik bijna heb geslapen, krijg ik altijd dit. Daar baal ik wel van, want ik wilde lekker even uitslapen. Maar goed, even douchen, klaar maken en dan is het weer een nieuw day. Ik ga zo een koffietje nemen. Heb ik in ieder geval vast een... Ik ga koffie nemen en heb ik in ieder geval vast wat cafeïne binnen. Voordat ik straks weer op zoek ga naar een lekker teentje. Alright, ik ben wel helaas wel echt moe. Ik merk echt dat ik echt moe ben. Dus dat wordt een pittig ritje denk ik vandaag. Maar goed. Ik heb die koffie gedronken. Time to go. Ik ga eerst eventjes mijn koffer naar de auto brengen. En die boodschap in de koelbox weer leggen. En dan op zoek naar een lekker koffie en ontbijt teentje. Winkelen. En, I take you with me, hè? Yeah. Alright. Ik kies dus nooit voor zulke hotelontbijtjes. Dat vind ik in mijn eentje echt veel leuker om buiten de deur te doen. Oké, check. Dat is echt heel dichtbij. Het is alleen zie ik heet in die garage, dus ik weet niet of mijn kaas het gaan overleven. Maar goed. Nu ben ik eigenlijk weer in de buurt van het hotel. Alles is heel dicht bij elkaar. Oh, dat was een schattig winkeltje. Ik heb even opgezocht naar een koffietentje bij Petit France. Dus daar lopen we nu heen. Maar ik zie hier echt iets heel cute. Elisabeth Biscarette. How cute. Gewoon echt een macaronzaakje. Wauw. Ja, alles is leuk, jongens. Kijk nou. Alles heeft zoveel sfeer. Ik ga eerst even hierheen. Het ziet er eigenlijk ook wel leuk uit. Dus ik ga even eerst hier een koffietje drinken. Bonjour. Je voudrais un cappuccino avec de lait d'avoine. Oui, d'accord. Ok, et c'est tout. Just, ok. Merci. Geen dik schuim. Nee, helaas, het is gewoon een café au lait eigenlijk. Echt geen schuim. Wel lekker in het zonnetje. Ze krijgen hele hoge ratings en ik zie allemaal locals hier zitten, maar... Ik laat hem staan, ik vind hem echt niet lekker. En er zit een haar. Hallo. Er is nu wel plek, maar ik heb een butterfly pea latte met oatmeal besteld. Ze hebben alleen oat. To go. En volgens mij is dit een heel goed plekje. Ik zie echt heerlijke cappuccino's, heerlijke broodjes en zo. Dus ik ga het lekker to go meenemen en lekker lopen. Merci. Ik had mijn Nicole toen voor het laatst een butterfly. Dat was echt heerlijk. Tadaa. Ik denk als je to go doet dat ze geen mooi vormpje erop doen. Maar ik zag bij die cappuccino's echt hele mooie figuurtjes en zo. Mm-hmm. Lekker. Niet heel sterk ook. Veel melk. Zoet. Ja, misschien ben ik havermelk niet meer gewend hoor. Dat kan ook. Want havermelk is echt gewoon ongelooflijk zoet. Maar dit is volgens mij een heel goed zaakje. Dat kan je gewoon zien. Alleen ik heb geen zin om ergens te gaan eten. Ik wil liever overal iets kleins proberen, dus dan
bij een bakkertje of zo. Kijk, dit zijn natuurlijk dingen die mensen hebben gemaakt. Maar ja, dat heb je in Nederland ook wel. Ik wil echt even zo'n Frans bakkertje. Lekker zo'n gevulde pretzel of zo, dat soort dingen halen. En ik wil gewoon voor jullie op zoveel mogelijk plekken iets laten zien. Maar volgens mij loop ik nu niet echt meer door het leukste stukje. Dit is denk ik een beetje het einde van Petit France. Hele schattige winkeltjes hier. Net zo'n hobbywinkeltjes. Nee, dit is veel te zoet. Maar die oatmilk is gewoon niks meer voor mij. Oh. Vooral in Frankrijk is het gewoon, dit is geen Oatly. Het is heel zoet. Dus, maar ik weet zeker dat dit wel echt een goed zaakje is. Désolé, je voudrais une éclair au pistache. Pistache, d'accord. Avec ice. Hier moest ik even wat halen. Ik heb er alleen nu nog geen zin in, dus ik neem hem lekker mee. Treat it myself. L'atelier de Amaya, het zit daar zo. Dicht bij de kathedraal. Oké, okay, even de Primark in. Het is hier veel te heet en veel te druk. Doei, ga weer. Korte voor 1. Ik denk dat ik er nog niet ontbeten, maar eventjes hier lekker wat halen bij Poulaillon. Hier is Moto. En misschien nog een koffietje en dan lekker ga. Het is heerlijk, maar het is op zich ook wel lekker om te gaan. Oké, ik heb een pretzel met M&M's, een pretzel met geitenkaas en met kaas en spek en een soort van donut pretzel. Maar die ga ik straks allemaal laten zien. Ik denk dat ik gewoon lekker ga. Die vrouw was mega onaardig. Dan zeg ik van pretzel naturel, pretzel au chèvre, en dan de pretzel van deze pretzel, een set avec chocolat blanc, doet ze zo, Ik zo van, nou, het kon ook yoghurt zijn. Nou, echt zo aardig. Bizar. Maar ik ga lekker naar huis, want ik ga onderweg anders nog wel ergens een koffietje of zo halen. Ik wil natuurlijk nog plassen. Zo kan ik beter wel even ergens koffie halen of zo. Misschien ga ik wel gewoon naar de Starbucks koffie halen, want anders duurt het allemaal zo lang. Nee, ik vind het te simpel om naar de Starbucks te gaan. Dat doe ik niet. Maar nu loop ik dus weer super ver weg van mijn auto. Maar oké, ik moet niet denken, ik wil een beetje op tijd thuis zijn om nog bij Mark en Elisa te chillen, want ik ben nu in Strasbourg. Dus beter hier nog even genieten, want daar kan ik altijd heen. Oké, hier wilden ze een sterke en niet zoete matcha voor me maken. Wel haver, ze hebben niks anders. Maar ik ben benieuwd. Het ziet er in ieder geval lekker uit. Het is beter dan de vorige drankjes die ik had, maar weer. Ze gebruiken trouwens Alpro, zie ik. Ik proef letterlijk alleen maar haver. Ik proef gewoon alleen maar haver. So I give up. Can't help it. Bij Oatly is dat volgens mij niet. Het smaakt gewoon romig en zoet. En I don't like. Ik moest eerst mijn ticket invoeren die ik hier kreeg. Doet dit nou? Ja. En toen mijn ander. En toen ging er dus 16 euro af. Payment accepté. Krijg ik hem terug? Ja. Oké, okay, let's go home. Ook wel lekker hoor. Het is 2:05. Dus ik ben een uurtje eerder dan ik soort van voor mezelf had bedacht dat ik weg zou gaan. Ik kan via België rijden, dat is 5:39. En via Duitsland is 5:40. Nou, ga ik via Duitsland, dan kan je en lekker hard rijden. En hoef je ook niet over Antwerpen. Voor hetzelfde geld zei je daar ineens vast, weet ik het. Oké, valt mee. Dan ben ik er om 7:30. Ik zei tegen Elisa van, ik ben waarschijnlijk om 10:00. Maar ja, ik moet natuurlijk nog... Ik red het denk ik wel om er 1 keer te plassen en 1 keer te tanken. Maar ik wil ook nog even mijn pretzels proeven. Eigenlijk voor TikTok. Dus niet in de vlog, maar voor TikTok. So, hey guys, let's go. En ik ga weer even mijn audioboek aanzetten. Mocht je dus ook bij Indigo Kleber parkeren? Ik snap er helemaal niks van. Hij zegt dat ik naar beneden moet. Hoe kan de uitgang naar beneden zijn? Dat kan toch niet? Ik zit onder de grond. Huh? Ik snap er helemaal niks van. We gaan het zien. Er zit een kind te huilen. Ik zit nu op 3. Beneden 3. Sortie. Oh, dan kan je net zo goed je auto dus beneden parkeren. Nou ja, dan moet je natuurlijk wel verder lopen als je naar je auto loopt. Maar het is hier ook veel koeler.
dit? Dan moet ik waarschijnlijk helemaal zo omhoog rijden straks. Oké, okay, uitgang. Nou, als je het weet, dan weet je het hoor. Maar... En nu nog kijken als ik... Wat? Ik moet naar achter mevrouw, even rustig aan. Jeetje, wat zijn mensen hier ontzettend gehaast. Dan moet ik dus meteen als ik eruit kom kijken welke kant ik moet. Voordat ik dus zelfs zeg als gisteren dat ik helemaal verkeerd ga. Er zitten ook allemaal mensen achter me. Oh, huh? Ik kom er gewoon uit waar mijn hotel zat. Ja, waar moet ik nu dan heen? Ik heb echt geen idee. Dus sowieso gaat er tijd bij komen. Het is nu 5 uur 40 minuten. Mag ik hier rijden? Oh, je mag alleen maar naar rechts, joh. Oké, okay, nou, ik ga hier gewoon naar rechts. Oké, okay, guys. Ik ga mijn boek aanzetten. Nou ja, ik ga eerst even concentreren, dan mijn boek aanzetten. En hij heeft echt geen idee waar ik ben. Oh ja, hij pakt het, haar pakt zich. Oké. Okay. Maar ik rijd links. Dit is zo raar. En daar komt ook weer een auto. Maar ik mag hier rijden. Oh, er staat 2 baans weg. Oké. Okay. Oké, okay, jongens. 5 uur 39 minuten. Let's go. Ik heb hier trouwens kettertjes hangen, zodat ze niet in de knoop gaan. Maar ik wil even zeggen, voor iedereen die ik inspireer om ook alleen op vakantie te gaan. Mocht je nou heel spannend vinden en je vindt ook rijden en zo een beetje spannend. Dan zou ik het wel afraden om nu meteen naar Strasbourg te gaan. Want het is echt wel even anticiperen alsof je een beetje in Amsterdam rijdt. Ook qua stadvibe. Het is wel... Karlsruhe was best wel rustig, maar het is ook een grote stad. Maar ik zou het dan wel even rustig aanpakken als je het spannend vindt. En ik rijd verkeerd. Ik rijd de snelweg op richting Nancy. Oké, nu naar Paris. En als het goed is ga ik nu alweer de goede weg op. Gelukkig gooi je er snel af. Want dan, oh, ik heb wel eens met mijn ouders ook gehad. Dat je verkeerd reed. Nou, gisteren moest ik ook best wel terug, maar dat viel mee. Maar dat je echt gewoon zo ver terug moet voordat je eraf kan. Oké, we gaan goed. 19:43 aankomst. Nog 5 uur en 36 minuten en 610 kilometer. Nou, het is dus 2 uur en ik moet echt wat eten. Dus ik ga deze nu eten, deze op TikTok. Maar dit is dus mijn pretzel met spek en kaas. Het is wel lekker hoor. Helemaal niet meer zo knapperig, lekker zacht, maar ik vind het lekker. Het te veel honger. Dit was mijn zoete donut-achtige pretzel. Okay, ik wilde zo laat mogelijk tanken, maar nu moet ik, want hij brandt al. Ik dacht, oh, anders kom ik geen tank tegen. Het is nog best wel lang rijden hoor. Hierna nog 3 uur en 43 minuten, dus ik denk dat ik dan nog een keer moet stoppen, zwakkie is. 2,29 per liter. Het was toch, bij de, in Zwitserland was het toch 1,83 of zo? Maar ik heb hem daar toch vol getankt, ja, dus. Wow, ziek duur. Ik was meer dan 85 euro kwijt. Oké, okay, ik weet niet. Oh, het is Shell. Ik ben echt dom. Nu vind ik mezelf echt heel dom. De actuele prijs van benzine in Duitsland is 1,75. Tanken is ook altijd heel goedkoop in Duitsland. Maar ik moest nu wel tanken. Het is wel een heel groot prijsverschil als je zelfs naar centen kijkt. Oh, 2,35 per liter. Ik ben nu dus 89 euro kwijt. En bij normale prijs was ik dus 68 euro kwijt geweest. Oh, dat vind ik heel erg. 20 euro te veel betaald voor benzine. Dat vind ik oprecht heel erg en heel dom. Ik heb nu al getankt. Oh my god, waarom? Hier kan ik dus heel erg van balen. Ik ben hierin even mijn moeder. Die zou het ook echt zo stom vinden. Maar ja, wat had ik anders moeten doen? Hij was echt bijna leeg. En... Waarom is het hier zo duur? Can somebody explain? Ik wil heel eventjes heel graag naar mijn ding kijken wat ik heb gekocht. Ik ben er zo blij mee. Nou, zoals jullie weten vind ik het gewoon heel leuk om te shoppen. Maar ik vind het vooral heel leuk om aan zo'n vakantie herinneringen te hebben. Dus zoals die mok bijvoorbeeld. Maar ik zag dus dit winkeltje. Het zag er zo leuk uit. En het is dus van een meid met haar moeder is het opgericht in ieder geval. En die houdt heel erg van katten. Daarom zag je heel veel dingen met katten. Blijkbaar, ik zag het niet echt. Maar die maken dus zelf daar echt achter de balie ook sieraden. En ze hebben dan 925 zilver en... gewoon het goud was gewoon bras, maar dan met 3 lagen echt goud. Ik weet even niet meer hoe ze dat noemden. Dus dat is gewoon eigenlijk alsof je goud draagt. Dus ik dacht ik wil dat heel graag hebben en kijk hoe leuk. Ik heb dus een heel mooi bedeltje en een ring. En het leuke is, nou het is echt wel tof zeg maar om daar iets te kopen. Hier staat het. Het is ook een kaarsje bij, want het is met edelsteen. Maar dat lijkt echt niet zo. Het ziet er heel hip uit. Ik kon kiezen of ik een roze tasje wilde of een... blauw tasje vond ik ook leuk. Ik heb dus pink opaal. En dat is symbool de l'amour, pierre apaisante et protectrice.
zei van ja, dus die bedel die ik heb gekocht heeft voor de liefde en beschermend. En ik weet even niet dat Pierre à passant is. Opale. En dan heb ik nog Aventurine, de groene stein, Aventurine. Pierre de l'énergie stimulant qui favorise la prise de décision. En ik was heel lang aan het twijfelen over ringen, dus dat was wel grappig. Dus vooral geeft je energie en helpt je om keuzes te maken. En ik heb dus hier de ring. En ik vond hem gewoon zo mooi. Ik twijfelde tussen eentje die had een soort steen zoals mijn nagellak en een groene. En zij zeiden ook van ja, die witte, daar komt je huidskleur wel heel mooi naar voren. Maar ik weet niet, ik had iets met deze. En ik heb hem een beetje... Oh nee. Oh, dit is wel heel dom. Ik heb dus één maatje groter genomen dan normaal. Maar ik dacht, dan kan ik deze ring in de zomer aan als ik hele hete handen heb. Ah, oké, het kan wel. Want mijn sieraad, zoals de ring die ik van Haap gekregen. Ja, ik kreeg hem bijna gewoon niet af in die winkel. Dus ik dacht, het is wel fijn. Kijk, dit is best wel strak. Ook met autorijden merk ik dat ik ze dan eens afdoe met mijn hele klamme handen. Dus ik dacht, het is wel fijn om een iets grotere maat te hebben. Voor de iets, ja, als je handen wat voller zijn. Maar ik zie nu... Ik heb daar zo lang getwijfeld. Ik zie nu dat die echt een beetje te groot is, maar het kan. Het kan gewoon, maar ik vind hem zo mooi. Heel blij mee. En de bedel. Ik heb er geen kettingje. Oh, ik dacht dat hij eruit was gevallen. Oeh. Nou, dit vind ik al helemaal leuk. Ik heb geen kettingje bij mijn bedel gedaan. Ik vond de kleur niet zo mooi. Het was heel warm goud. En de bedel is ook best wel warm. Maar zeg, met douchen en zo gaat dat meest warme eraf. En ik denk, ja, ik heb zoveel kettingjes, dus dan koop ik alleen voor 35 euro de bedel. En de ring was, weet ik niet meer. Ik was volgens mij 77 euro kwijt. Dit vond ik echt ergens, eerst dacht ik, is het een beetje kitsch of zo, maar ik vond het zo mooi. Helemaal, hier viel mijn oog viel meteen op deze. Ik had ook meteen de ketting gepast, maar ik vond de ketting dus niet zo mooi. Toen dacht ik dat je ook los de bedel kon kopen. Dus ik dacht, ik vind het zo bijzonder en tof. Dus ik ga hem ook even nu om deze doen. Moet ik trouwens niet nu mijn benzine betalen. Voordat ze denken dat ik wegloop, een soort dief ben. Dat zou ik wel willen zijn. Ik kan hem trouwens wel ook nog andersom dragen. Ik kon hem ook laten graveren, maar dat kon niet direct. Anders wilde ik dus, had ik dus helemaal zin om de H, C en de letter van mijn bonusdochter in te zetten of zo. Dat, zo'n vibe had ik ineens. Een soort van... Ja, deze vakantie doet me ook gewoon weer beseffen hoe goed ik alleen kan zijn, maar ook hoe graag ik weer thuis ben bij mijn gezin. Maar ja, zegt dat kan online, maar ik zei nee, ik wil wel nu het kopen. Dus kijk, ik heb hem nog helemaal niet gezien hoor. Dit kettingje vind ik eigenlijk net te kort, maar ik heb nu geen ander bij me. Doe ik deze bedel hierin. En helemaal leuk. Het is echt wel uniek toch? Hij is best wel groot, normaal draag ik niet zo groot, maar ik weet niet. Het trok me gewoon en ik dacht... Hier ging mijn oog meteen naartoe. Ik vind het zo'n leuke herinnering. Dus, nou, hebben we die shoplog vast gehad. Heel blij mee. En ik hoopte dat er ook een ring was met die steen, maar dat hadden ze nu niet. Maar ik vind groen gewoon erg mooi. Dus, heel blij mee. En ik ga de dingen niet meer op TikTok doen, want ik ben best wel moe. Dus deze kan ik jullie nog even in zijn geheel laten zien. Vet lekker, een bodem van kaas en dan geitenkaas erin. Oké, bye. Wat met die jongen over de benzine? Hij zegt 1 kilometer terug is het gewoon 50 cent goedkoper. En verderop ook, dus I'm fucked. Ik heb pas ook op mijn middelvinger. Van die spinnenweb gaat zitten, dus dat je die pretty! Spinnenweb... I love it! Woehoe! Nog 5 minuten, ik ben na 1 kilometer. Oké, ik ben er. We gaan dus barbecuen. Of, het is helemaal geen mooi weer. Bij Mark en Elisa. En Koen en Henny zijn er, Meila. En ik heb zoveel zin om haar te zien. Dat is echt erg. Echt verliefde puber. Connected. Ik vind het zelfs gewoon een beetje spannend. Oh my god. De gradatie. Ik moet even mijn vlog vibe vasthouden. Ik ben super goed aan het vloggen. Oh, dat is super lekker. Oh jongens, ik wou de pretzel nog aan jullie laten zien. Nou, dit is... Ja, het ziet er ook lekker uit, hoor. Ja, het ziet er super lekker uit. De M&M's al heel veel... Is het al een M&M's? Wat hebben we nog? Ja. Laatste pretzel review. Hey. Ja, wat zit er nou in? Het is gewoon een pretzel die normaal zout is. Het is gewoon brood eigenlijk. Ik vind het wel lekker. Jij? Mooi mij, ja. Kijk, ik heb hem niet genomen nog. Oh, hij is ook een beetje zout. Nou. Ja. Lekker. Jongens, lekker. Het is alweer kort over 1. Het was echt zo gezellig. We gingen nu allemaal tegelijk weg. En hij is hier achter me op de fiets. Het is super dichtbij. Ik moet even mijn koffertje meenemen, anders heb ik mijn spullen niet. Maar de rest, oh ja, mijn deken. En de dingen uit de koelbox en de rest laat ik lekker in de auto liggen voor morgen. Het was zo gezellig. Ik ben nu helemaal kapot, maar dit is echt een leuke afsluiting van de dag. Ik vind het heel leuk om na zo'n dagje rijden juist nog iets te doen. Echt top. Nou, morgen alweer de laatste dag van de weekvlog. Zal niet heel spannend worden. En ik moest hier naar rechts. Kan daar ook naar rechts. Ik zie jullie morgen, guys. Doei, doei. En ik ben heel blij dat ik weer bij H ben. Zie ik net huis.
Oh my god, wat is dit? Oh, deze wijn is zo lekker. Pushy. Kijk wat hij heeft gedaan. En je gaat nu niet naar buiten, maar ik wil je wel even knuffelen. Hij is zo lief, Pushy. Het huis is ook zo mooi. Wat is het huis mooi, Pushy. Zie jij ook een mooi huis? Ken je mij nog? Hi, dikke vlees. Oh, wat ben jij zacht. Ik kan me niet herinneren dat jij zo zacht bent. Wow. Ben jij zacht? Ben jij een mooie zachte fluff? Oh, zachte fluff. Weet je nog wie ik ben? Heb je mij gemist? Zeg maar ja. Wat een mooie bloemenpoesie. Wat een mooie bloemen. Good morning, jongens. Ik had volgens mij dit nog niet aan je laten zien. Trouwens heel kort geslapen, maar ik ben even meteen lekker mijn auto aan het leegruimen. Deze had ik toen in Duitsland bij de Lidl of zo gekocht. Nee, toen ik aankwam in Zwitserland bij de Lidl. Ik vond dat kopje hoefde ik niet per se. Ik wil meteen even alles opruimen. Ik vond die mok gewoon heel leuk. Het was iets van 8 euro, 7 euro voor deze mok. En dan dat bakje hoefde ik niet per se, maar kunnen we wel gebruiken. Kijk. Ja, super leuk. Ik wil die doosje meteen wegdoen. Dat wou ik even laten zien. Uitruimen hier zo. Cadeautjes zo. Heb ik helemaal mijn boodschappen steeds niet aan jullie laten zien. Oepsie, maar deze amandelolijven, die haal ik vaak bij de koop. Die zijn best wel lekker. Kijk wat er stond toen ik thuis kwam gisteren. Lekker. Ik ben zo onbeschrijfelijk moe. Ik ging even lekker in bed chillen. En volgens mij slaapt H. Maar ik heb volgens mij, of ik heb misschien 1 minuut geslapen. Maar ik dacht ik ga eruit en maar vroeg naar bed. Maar ik ben echt, we gingen heel laat slapen. Maar ik was natuurlijk al best wel moe. Ik moet vanavond echt goed slapen. Maar ik heb wel bij Chiquelle uitgezocht. En dat wil ik jullie even laten zien. Ik heb echt te veel spullen. De volgende vakantie ga ik echt niet zoveel spullen meenemen. Niks gebruikt. Ik heb dit super schattig jurk ervan. Ik ben dat hij echt niet zou passen. Maar ik moet zeggen, hij is wel een beetje aan de kleine kant. Maar op zich kan het wel. Blauw is zo leuk als je bruin bent. Ik vind hem wel cute eigenlijk. Dit is echt een prachtige top die ook aan de kleine kant is. Maar hij is echt een tip. Gorgeous. Het meest zachte stofje ever. Hele mooie kleur. Voor mij is het dus heel vaak te strak. Maar echt een heel mooi topje. Deze top is ook wat aan de kleine kant, maar hij is wel echt mega sexy en pretty. Wow. Het is zeg maar steeds gewoon overal net te klein. Ook bij mijn borsten zie je dat het eigenlijk net te klein is. Maar wat een mega leuk en sexy topje is dit. Dat kan eigenlijk niet bij mij, maar ik vind hem wel heel mooi. En dit jurkje is niet per se mijn kleur, maar ik heb zoveel plezier. Ik heb zoveel plezier van het groene jurkje. Ze hadden hem alleen in het bruin. Ik hoop echt dat ze deze ook in meerdere kleuren gaan uitbrengen. Maar ik heb hem dus ook in het bruin besteld. Ik vind die groene qua kleur leuker, maar ja, ik draag hem zo graag dat ik denk, nou, dan heb ik er lekker 2. Het is echt een, dit is echt een van mijn nieuwe favoriete kledingstukken. Het is zo chill. Ja, het is wel leuk voor de afwisseling een keer. Nou, oké. Okay. Bye. Ik had trouwens op TikTok al een unboxing gedaan van de DM, maar misschien wel leuk om het toch nog even in mijn vlog snel te doen. Al ben ik heel moe, maar ik ga het even uitruimen. Ze deden trouwens al die make-upjes heel schattig in zijn tasje. Ik praat heel zacht omdat het haar opslaat. Ik ga niet te lang doen, want dan wordt het saai. Maar deze. Translucent powder. Nog een translucent powder. Multi stick voor je wangen bijvoorbeeld. Lippen. Brow waxing. Catrice is daar iets goedkoper. Protein gums. Nieuwe kast. 10.000 bonnetjes. Badschuim. Voor als ik ook bij mijn ouders slaap. Nog meer. Badschuim. Hier had ik er 2 van. Ik zei dus dat ik hem een beetje naar watermeloen met zure kost vond ruiken. Vind ik ook. Maar als je wat langer gebruikt, wordt hij wat lekkerder. En ik heb hem elke dag in mijn handtas. En hij geeft best wel ook een
leuk subtiel kleurtje. En hij is natuurlijk, hij was echt mega cheap, minimaal 1 euro. Nagelfile. Mini beauty blender is misschien wel leuk voor onder je ogen, dacht ik. Mijn fave lipgloss waar ik een TikTok over heb gemaakt. Een nieuwe blush, want ik heb al cheap blushes. Maar ze gaan altijd, valt het deksel eraf en gaan ze kapot. Natuurlijk een lipbalsem. Ik ga alles zo even lekker ordenen in die bakken hierachter. Ze zijn eruit, want het raam hier gebroken was en vervangen is eindelijk na een paar maanden. Nog een translucent powder. Ah ja. Heb je geslapen? Of 10 seconden of niet. Ja, ik denk dus dat ik echt een mini power napje had. En toen wakker werd van mijn eigen gesnurk. En toen heel kort. Ik hou zoveel van deze man. Ik hou zoveel van haar. Het is onbeschrijfelijk. Ik voelde net ook weer zo verliefd. En gisteren dat ik denk, ik kan gewoon dood zoveel houden van jou. Maar zo verliefd ook weer. Niet normaal. En nog contrastloze powder. Ik ben echt hoteloos verliefd. Natuurlijk met vlagen hoor. Niet elke dag. Maar nu is het echt extreem. Organic Colin Tampons. Ja, is echt de liefste van mijn leven. Maar goed. Trogen shampoo. Hier ruik ik mijn hele auto naar. En ik word helemaal misselijk van de geur. Maar dat is van die geur wasparels. En deze vond ik vorige keer heel chill. Die heb ik weer gekocht. En ook een goedkope variant. Deze was echt 1 nog iets. En die andere was echt 5 nog iets. En dit vond ik er heel cute uitzien. Maar wenkbrauwgel werkt dus super goed om die pluisjes. En nu heb ik kokosolie of zo in mijn haar, dus het is wel heel vet. Maar wenkbrauwgel werkt heel goed, maar ik vond het leuk om ook zo'n echte te kopen. Die bedoeld is voor je haar, maar waarschijnlijk is het gewoon een wenkbrauwgel. Maar het zag er gewoon very pretty leuk uit. Ik kan trouwens alle prijzen ook opzoeken in de app van de M, dat is ook wel handig. Lekker watermelon. Ik gebruik dus verzoekjes echt niet vaak, maar volgens mij had ik het een beetje gekocht voor in de auto. Zo. So. Ik had nog wel meer, maar dat heb ik allemaal gebruikt. Dus, dat was het wel eigenlijk. Oh my god, jongens, kijk! We hebben onze eerste framboos. Ik zeg net tegen hem, volgens mij zie ik iets hangen. Maar verder is hij echt heel dood en droog. Wat raar. Kan dat? Ook raar dit. Het moet echt beter geplant worden, denk ik. Maar we hebben daar dus ook al... allemaal mini appeltjes aan. Het is 10 uur, we gaan lekker slapen. Ik ben blij dat ik eindelijk haar weer heb om tijd naar bed te gaan. Sushi viel heel erg tegen trouwens. Vet jammer. Maar verder was het een heerlijke avond. We hebben oei, ik groei of zo gekeken. Niet heel leuk, maar wel. Kijkt gewoon lekker weg. En ik heb planning gemaakt voor morgen. Dat ik wil het gelijk weer opstaan met haar. Dan wil ik al de rest van mijn koffer er zo uitruimen. Ik heb best veel uitgeruimd, maar ik heb mega veel. Dus dat wil ik meteen doen. Dan wil ik gaan editen. Dan ga ik mijn kantoor opruimen. En dan naar de sportschool. Dan me daar omkleden. En meteen door naar mijn bijles. Dan thuis moeten we koken, eten. En dan s'avonds heb ik dan in mijn kantoor hier beneden een nieuwe bijles. Gewoon voor 2 keer voor een jongen uit 4 HAVO. Die ik met aardrijkskunde doet helpen. Morgen en dinsdag. Het is een lekker druk dagje. Maar ik vind het wel fijn om even planning te maken. Dan kan ik gewoon weer lekker... ja, gewoon meteen lekker weer aan de slag. Heb ik ook zin in. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. En bedankt voor al jullie leuke reacties en likes. En vergeet me niet te volgen op TikTok en Instagram. En dan zie ik jullie bij de volgende. Doei!